Oké, Devano. Goed dat je er bent. Goed dat ik er mag zijn. Ik ben heel blij dat je er bent. Ik ben heel blij dat ik er mag zijn. Dus. Heb je het format wel eens gezien? Ja. Ja, dus ja. Je weet een beetje hoe het werkt. Ik weet hoe het werkt. Mag ik je ook een compliment geven? Dankjewel. Ik vind het sowieso dat je het heel goed doet. Je komt heel oprecht over, heel open-minded. En ik denk dat daardoor heel veel gasten zich extra durven open te stellen. Wat ze bij anderen misschien wat minder zouden doen. En daarom toen ik het zag, heb ik je ook meteen een DM gestuurd. Yeah. En gezegd van ja bro, je doet gewoon goed man. Dus complimenten. Thanks, heel lief. Dankjewel. Voelt als een gesprek met een psycholoog wanneer ik het bekijk. Ja? Dus, echt top. Oké, okay. Thanks. Ja. Je weet hoe het werkt. Ik ga jou 5 vragen stellen, jij 5 aan mij. We gaan om en om. Ik weet ze ook oprecht niet. Dat blijf ik altijd heel erg benadrukken, dat ik de vraag oprecht niet weet. En ik ga gewoon beginnen met de eerste. Hoe was jouw jeugd en hoe is de band met jouw ouders op dit moment? Oké. De toon is gezet. Ja, de toon is gezet. Meteen wel een spannende vraag van mij en ik kan ook uitleggen waarom. Nee, ik ga uitleggen waarom. Omdat ik het... Het gaat. Vind je het moeilijk om hierover te praten? Het is ook om, denk ik, omdat het meteen de eerste vraag is en omdat ik het de laatste tijd heel veel erover heb. Wat het dus is dat ik bij een psycholoog loop, omdat mijn gevoelens heel vlak zijn. Dus ik voel niet echt hoogtepunten, ik voel niet echt dieptepunten. En ik ben heel veel met haar aan het praten van misschien hoe komt dat en wat houdt je allemaal bezig. En dus heel veel gesprekken daarover. En ik zei haar, volgens mij 2 weken terug, heb ik haar gezegd van, hey weet je, misschien moet ik ook even met mijn zussen praten, mijn broertje, mijn moeder. En gewoon om ook te praten over mijn jeugd en mezelf beter te leren kennen. Ja. En gisteren had ik gesprekken met mijn zussen heb ik al gehad en gisteren had ik het gesprek met mijn moeder. En toen heb ik haar ook letterlijk gezegd van, ik heb eigenlijk altijd wel gezegd in interviews of naar de buitenwereld dat mijn jeugd in principe vrij vlekkeloos was. Maar dat was het eigenlijk niet. Alle nare dingen die gebeuren, en dat kan van nu zijn of van vroeger, denk ik dat ik gewoon eigenlijk op een hoopje gooi en niet... dat ik ze niet verwerk. Ik gooi het gewoon weg en dat gebruik als coping. Mechanismen. Ja, ik weet niet of ik het zo moet stellen, maar eigenlijk heb ik best wel niet poppenkast geleefd per se, zo wil ik het niet zien, maar ik heb het wel altijd weggegooid. Dus ik heb nooit gezegd van hé, het was eigenlijk niet zo stabiel. Ik heb er ook nooit met mijn zus over gehad van hé, eigenlijk, weet je, ik heb er gewoon in geleefd. En maar het is dus niet... Alleen roze geur en maneschijn. Denk je dat je verleden, dat daar dan dingen zijn gebeurd die... Want je zegt net, mijn emoties zijn altijd heel vlak. Ik gooi altijd alles op een hoop. Eigenlijk stop je het eigenlijk dus weg. Ja, toch? Precies. Ja, 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 ja. En zijn er dan dingen van... Wat zijn dan dingen die vroeger zijn gebeurd die daarvoor gezorgd hebben dat dan zo is? Het feit dat ik gewoon... Ik heb best wel in ongezonde situaties verkeerd, zeg maar. Mijn stiefvader heeft... veel last gehad van psychoses en was ook heel agressief, nooit per se naar mij toe, maar wel naar mijn moeder toe. Riep ook de ergste dingen die je kan bedenken. En eigenlijk heb ik jaren in die situatie geleefd, zeg maar. En zonder het met mensen erover te hebben, in mijn jeugd, toen ik wat jonger was, ik denk 12. In de middelbare schooltijd, tot wat ouder nog wel, heb ik ook zit ik altijd met een half oog of één oog open. Omdat ik gewoon bang was dat er iets zou gebeuren of dat mijn moeder iets zou overkomen. Die scars, zeg maar, ook het feit dat ik... Mijn vader is ook nooit in mijn leven geweest. Vanaf jongs af aan niet? Vanaf jongs af aan niet. En heb je vandaag de dag contact met je vader? Hij checkt me wel eens, maar het is niet, een vader-zoon relatie of zo. Hij checkt me wel eens, maar... Heb je dat gemist? In mijn hoofd niet. Okay. En ik heb mijn moeders en mijn zussen dus gesproken. In hun hoofden ook niet.
Maar ik denk wel dat het iets met een jonge jongen doet. Heel kut eigenlijk, maar het concept vaderschap ken ik zeg maar niet. Nee. Dus ja, zulke dingen ja, neem je wel mee op de een of andere manier. Dus, tuurlijk. Dus ja, het feit dat ik natuurlijk nooit over die dingen heb gesproken en betekent ook dat ik het nooit heb verwerkt. Nee. En nu ben ik dus heel veel in gesprek aan het gaan daarover. En is het kijken van, ja, hoe verwerk ik dat? Ja. Jij mag de volgende vraag pakken. Ja. Wat vind jij van de Black Lives Matter beweging? Spreek jij je hierin uit? Ik ben heel blij. Of heel blij, dat is misschien niet het goede woord. Maar ik ben heel blij dat het gebeurt in de zin van dat ik het heel goed vind. Ik moet heel eerlijk zeggen dat... ik heb jou natuurlijk daar ook een keer een berichtje over gestuurd en ook de livestreams gekeken die jij natuurlijk deed. En kijk, als ik het voor mezelf mag spreken is dat ik ben me gewoon... en daarom ben ik heel blij dat deze beweging is, omdat ik me gewoon echt niet heel vaak bewust ben geweest van het feit dat ik wit ben. En dat dat dus echt wel privilege met zich meebracht. En ik heb ook gewoon nooit heel erg gezien dat echt een heel groot deel van Nederland zo ongelooflijk racistisch kan zijn. Ja. Nou ja, ik ben, zoals ik al zei, heel blij dat er eindelijk een beweging komt en dat ik ook nu zie dat er stappen worden gemaakt, weet je wel. En bijvoorbeeld als ik dan gisteren lees dat Zwarte Piet niet meer op Facebook en op Instagram, dat daar geen afbeeldingen meer van mogen komen, dan is dat oprecht op dat moment dat ik denk, ja, dat zijn denk ik wel stappen geweest. En ik zeg niet dat dat dan, weet ik veel, de doorbraak is van Black Lives Matter. Maar dat er wel heel veel dingen nu gebeuren. En dat mensen zich heel erg bewust worden van... Bijvoorbeeld het woord... ik weet niet of ik het zo mag zeggen. Maar ik zei bijvoorbeeld altijd gewoon blank en donker. Ja. Nou ja, en ik was me daar echt van geen kwaad bewust. En dat zijn allemaal dingen die ik bijvoorbeeld ook leer. Weet je wel, dat er allemaal andere benamingen voor zijn. En... dingen die verkeerd kunnen overkomen of dingen die soms... Ik zou echt wel eens, niet, nooit bewust, maar ik zou echt soms wel eens dingen kunnen zeggen in een interview of... weet ik veel, iets op mijn Instagram wat mensen gekwetst zou kunnen hebben, wat ik nooit zo bedoeld heb. En daarom ben ik gewoon heel blij dat het door alle Instagram-pagina's, docus die mensen zeiden die je moest gaan kijken, boeken, dingen die ik online ging lezen, dat ik er door... Het heeft denk ik wel ervoor gezorgd dat heel veel mensen zichzelf meer zijn gaan educeren over het onderwerp. Dus ja, als je me vraagt wat vind je ervan, ja, ik vind het heel goed dat het er is. En ik denk dat het heel waardevol is. Want hoe heb jij dit beleefd? Want ik kwam je natuurlijk al bij Upside Down toen laatst tegen bij de opening. En toen zei ik al tegen jou van, denk dat het best ook wel heftig is geweest. Toch? Ja, zeker, zeker, zeker. Het was super heftig, omdat je natuurlijk, ja, voor mij, dit is iets wat je sinds je jeugd eigenlijk weet. En je in de grap is, nou, grap is. Het is dat je het ook te horen krijgt eigenlijk vanaf jongs af aan van, hey, je zal 2 keer, 3 keer, 4 keer zo hard moeten werken, want je hebt een kleur. En zulke dingen krijg je onbewust mee en dan hoe je ouder wordt, zie je dingen om je heen gebeuren. Zie je van, oh wacht, oké, ik mag die club niet in. En ik ben dan iemand die altijd eigenlijk zei van, ja, weet je, whatever. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon, ja, misschien in zak en as liggen en denken van, nou, had ik maar een andere kleur, weet je? Ja. Ik ga de volgende vraag pakken. Yes. Waar ben jij onzeker over en waarover juist heel zelfverzekerd? Ik was altijd onzeker over mijn benen, vooral mijn enkels. Hoezo? Vooral mijn enkels, mijn kuiten. Ik heb hele hoge kuiten en heel, heel dun. Maar dat is toch juist fijn, dunne benen? Of dat is nee, ik vind altijd als je dan een korte broek aan hebt... Kijk, ik ben sowieso geen fan van korte broeken, misschien mede daardoor. Dan staat het zo schaarminkelig. En het komt gewoon niet, hoeveel ik train, het gaat gewoon niet. Maar ja, je kuiten, zeggen ze ook, die... Het is heel moeilijk om te trainen, ja, hè? Ja. Heel moeilijk, dus ik denk... ja, maar tegenwoordig ben ik daar niet echt. Tegenwoordig boeit het me veel minder. Het is echt van dat ik denk van, ja, het is je lichaam, jongen. Dus... Maar ben je blij met hoe je eruit ziet verder gewoon? Gewoon qua, gewoon als je ergens binnenkomt, voel je dan van... Ja. Nee, maar dat is heel goed. Ja. Is heel nee, zeker. Ik zeg altijd, voel jezelf, niemand gaat voor je doen. Ik vind dat het beste eigenschap die iemand kan hebben. Zelf blij en zelfverzekerd zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Ja. Zit jij lekker in je vel? Ja. Ja, nee, tuurlijk. Kijk, ik heb natuurlijk altijd wel dingen dat ik denk, oh, nou, ik zou wel even 3 kilo lichter willen zijn, of even dit, of even dat. Of dat ik dan weer denk, oh, dan merk ik als ik nu weer dan een wat drukkere periode heb en dan veel aan mijn hoofd, dat ik dan weer merk dat mijn huid opeens weer een soort van explosie aan
pukkels en dingen en zo. Natuurlijk zijn kleine dingen, maar over het algemeen ben ik wel gewoon blij met wie ik ben en hoe ik eruit zie, ja. Goed om te horen, je ziet er goed uit, jongen. Dankjewel. Lekker fris, lekker vratig. Dankjewel. Ja. Ben je ijdel? Ik ben wel ijdel, weet je wel. Niet dat ik uren voor de spiegel sta of zo, maar ik hou wel van fris zijn of zo. Zeg maar. Ja, maar dat is goed. Ja. Maar, ja, ik vind ook, ja, kijk, ik denk dat het, maar ik merk heel vaak bij hetero mannen dat dan ijdel een soort van meteen taboe achter van ijdel, dan ben je dus gelijk heel vrouwelijk of zo. Maar ik vind gewoon ijdel vind ik meer in de zin van dat je als man gewoon belangrijk vindt hoe je eruit ziet en je graag gewoon jezelf verzorgt, toch? Als ik bijvoorbeeld op Instagram even laat zien waar ik mijn nagels gedaan of ik laat mijn voeten lekker doen of dit, dat, dat mensen... Krijg je daar dan wel eens reacties op? Zeker. Ja? Ja, hebben mensen daar een mening over dat je erin naast? Ja, ja, dat heel veel mensen zeggen, dat is echt gay. Waarom doe je dat? Of wat doe je nou, man? Ik bedoel, van je kan je nagels gewoon knippen en dat is genoeg. En waarom laat je gezicht doen? Terwijl ik zoiets heb van, jongens, het is gewoon verzorging. Ja, en... ja, eens. Jij mag de volgende pakken. Yes. Ben jij wel eens gepest? Ben ik gepest? Ja, toen ik op een bepaalde leeftijd dat mensen wisten dat ik gay was, verschijnselen had of zo, toen... Ja, ik vind pesten altijd iets moeilijks, maar ik heb wel, wel gepest als in... kijk, ik weet altijd met pesten vind ik altijd moeilijk, omdat ik weet ook dat mensen het echt veel erger hebben ervaren, het pesten, maar nee, mijn middelbare schooltijd was niet een leuke tijd in die zin. De hele middelbare schooltijd? Nou, ik denk dat of vanaf? Vanaf de tweede klas of zo, tweede, derde, vierde of zo, waren niet, was niet leuk, omdat je wel naar je ding naar je hoofd krijgt en ik heb wel geen ook minder leuke dingen meegemaakt, ja. Door het feit dat mensen wel zoiets hadden van, oh ja, Robert valt op jongens omdat ik altijd met de meisjes was en dat. Dus ik, ja, nee, mijn middelbare school was niet een leuke... Maar wat zijn dan bijvoorbeeld dingen die ze hebben geroepen? Ja, gewoon het feit dat je gay bent. Gewoon puur over het... Over, ja, eigenlijk altijd daar wel aan gelinkt. Altijd gewoon gelinkt aan je geaardheid. En als kind ben je daar zo... in ieder geval, ik was dat zo overgevoelig voor... Zo prikkelbaar voor alleen al niet uitgenodigd worden tot voelen van oh, ik kan daar niet mee naartoe. Of de jongens willen mij nu niet op dat moment daarbij hebben. Want het is ook natuurlijk, het beste is niet altijd alleen voor mij. Oh, hey, homo. Nee, dat zit hem ook in mensen buitensluiten, naar doen, gewoon onderling roddelen over elkaar. Maar dan wel voelen van oh ja, iemand hoort het of iemand ziet het. Dus ja, dat heb ik wel gehad. En jij? Ja. Ben jij vroeger gepest? Niet dat ik weet, maar dat is dus, dat is dus vaak het lastige aan mij, dat ik dingen... heb weggestopt. Ja, veel dingen heb weggestopt en veel dingen misschien niet zo heb ervaren, maar het wel zo was. Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld in de eerste klas zat ik op een volledig witte school. Bijna volledig witte school. En toen kreeg ik ook wel eens... Dus het was een beetje van, aan de ene kant werd ik... tussen aanhalingstekens gepest en aan de andere kant was ik ook het soort soort van bijzonder en leuk van oh ja, hey, hij is er ook. Dus dat was een tweeling, maar ik heb nooit per se, want ik ben ook altijd heel scherp geweest. Ik ben altijd heel scherp geweest en heel goed gebackt. Ja. En dus ik denk dat ik veel dingen niet als best heb ervaren. Hoe ziet jouw liefdesleven eruit? Date je vaak en heb je veel seks? Ik heb een vriendin. Ja? Ja. Dat wist ik niet. Nee, dat weten heel veel mensen niet. Nee? Ja. Al lang? Nee, niet zo lang. Maar we zijn wel heel lang om elkaar heen geweest. Dus dat wel. En, kennen we je vriendin? Nee. Nee, niet ze bekend. Is gewoon helemaal ja, achter de schermen. Ja, ze is helemaal out of the picture achter de schermen. Laat ik ook bewust? Heel graag zo. Yeah. Ja, toch wel bewust. En zij is er ook niet echt van of voor van, hey, ik wil echt out there zijn. Nee. Dus wel een bewuste keuze. En ik heb ook altijd zoiets van, ja, als ik jou echt tussen aanstekens in de spotlight zet, dan ben je toch wel een verlengstuk van mij. Ja. Dan is het toch wel van...
alles wat er met mij gebeurt, of dat nou positief of negatief is, dat komt toch wel ook op Word jouw jij dak. Ook op aangekeken. Ja, precies. Ja. En dus ja, daarom eigenlijk. Ja. Oké. Okay. En dus je date dus niet. En hoe is jullie seksuele relatie? ik heb niet veel seks. Of ik heb niet veel seks nodig. Maar er is een verschil tussen niet nodig hebben of niet hebben. Ja, nee, klopt. Ik heb het ook niet heel veel. Maar wat is niet veel? Ja, wat is niet veel? Als ik, stel je voor, ik ben 7 dagen met haar. Ja. Yeah. Dan zou ik misschien wel genoeg hebben met 2-3 keer. Maar dat is toch naar mijn idee best wel normaal? Ja, weet ik niet. Ik weet niet of dat voor heel veel mensen is dat wel... Nee, maar ik weet dat jij ooit een keer klopt. Bij Anna. Een video iets hebt gehad over dat je dan aseksueel zou zijn. Heb je dan nooit als kind, jonger gedacht dan misschien van, oh, misschien val ik dan wel op het andere geslacht? Als je dat met meiden nooit zo voelt? Nee. Dat heb ik nooit gedacht. Ik dacht wel dat er iets mis was. Dat dacht ik wel. En ik heb ook bijvoorbeeld mijn eerste zaadlozing was pas toen ik 18 was. En daarvoor had ik wel seks, had ik ook seks, maar ik kwam gewoon nooit, kwam er gewoon nooit klaar. Dus het was in mijn hoofd van, hè, hoezo gebeurt dat? En ik weet nog dat ik naar GGD heb gebeld en gevraagd van, ja, er is een vriend van mij en die komt niet klaar. En hij is inmiddels al, ik weet niet hoe oud ik toen was, hij is 17, hoe kan het? Zei ze, nee, hij moet echt zelf komen, we kunnen niet zo over nee. Zei ik, nou echt, hij wil het echt weten. Ik had het natuurlijk gewoon over mezelf. Maar dat ik uiteindelijk ook daarbij ga en dat ze, ja, is misschien wat laat, maar het is niet gek of zo. Maar ik dacht dat ik gewoon onvruchtbaar was, niet wetende dat... als je onvruchtbaar bent, kom je volgens mij ook gewoon klaar, maar is het... Yeah. Is je, ja, maar dat wist ik natuurlijk niet als jongeling. Dus ik dacht, ik ben onvruchtbaar. Ik had de gekste dingen in mijn hoofd. Ik dacht, hoe krijg ik kids als ik dat ooit wil? Yeah. Dus ik vond dat wel eng of zo. Ja, snap ik. Maar vind je daarom dan ook nu, want je bent er nu best wel open over, maar vind je ergens... En dat snap ik ook, is het misschien ook ergens gekkig of zo om het over te hebben, maar... ben je dan bewust nu open erover, omdat je denkt misschien dat het andere mensen soort van zich chiller laten voelen of zo? Zeker. Omdat toen ik het bijvoorbeeld bij Anna erover had, heb ik echt heel veel berichten gehad van vrouwen en mannen die het heel herkenbaar vonden. Van, hey, weet je, je bent niet alleen. En ik ken het. En ik dacht van, wow, oké, er zijn gewoon... Chill. Het is gewoon wel chill als een heleboel mensen je dingen herkennen en ook een bepaalde kracht uit jouw woorden kunnen putten. En... gewoon zien van, hey, oké, hij heeft het ook, weet je. Dus ik vind het sowieso heel belangrijk om er gewoon openlijk over te praten. En waar ik het met Anna toen ook over had, is dat ik misschien ook gewoon een seksuoloog op moet zoeken. En misschien moet kijken van, oké, hoe komt dat? En waar is dat door? En dat moet ik nog steeds doen. En nu ben ik er weer aan herinnerd, dus ik moet wel echt gaan doen. Want ik denk wel dat het belangrijk is. Ik ben gewoon nooit echt fan geweest van... Seks, het is wel fijn, maar als ik het gewoon heb gehad, dan is het gewoon oké. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Waarom was dat? Vanmorgen, omdat ik terugdacht aan mijn jeugd. Die vraag zag ik in een van jouw filmpjes voorbij komen van... wat aan jouw jeugd zou jij veranderen? En toen schoot ik in één keer vol. En dacht ik aan het gesprek dat ik een dag daarvoor of gisteren heb gehad. En al die vragen die ik mezelf heb gesteld van oké, moest ik dit niet langer processen om volgens hier te zitten? Moest ik niet dit, dat, zo, zo? Maar uiteindelijk dacht ik van ja, misschien is dit wel juist een soort van de puurste vorm die je van mij kan krijgen juist nu. Omdat ik met alles zit en alles speel. Ja. Dus voor alle mensen die niet vaak huilen. Huilen is wel eens fijn. Misschien moet je dat wel even doen. Misschien gaat er dan een soort van last van je af. Ja. Wanneer heb jij veel last gehad? Gisteren toevallig. Ik huil eigenlijk vrijwel nooit. En mensen zeggen ook altijd, maar waarom huil jij nooit? Maar ik had gisteren... mijn vader ligt nu in het ziekenhuis. En ik had er gewoon even heel veel dingen soort van in mijn hoofd. Ja. En toen was ik bij mijn vader geweest. En toen was ik weg. Ik was onderweg naar huis. En toen kwam er een meisje naar me toe op het station. En die zei van... die keek me zo aan en die ging zo een beetje zo naast me staan. Toen zei ze... mag ik een selfie maken? Toen zei ik ja hoor. En toen
keek ze zo en toen zei ze, oh, je ziet er echt, je ziet er heel slecht uit, ben je wel gelukkig of zo? Of ik weet niet precies hoe ze het zei, maar ze bracht een soort van, voel je okay, ja. Of je ziet er een beetje verdrietig, moe uit. En toen zei ze dat en toen weet ik echt nog dat ze wegliep en toen stond ik daar zo en toen had ik in één keer zo, toen had ik ook zo mijn zonnebril en mijn mondkapje op, zat ik zo, dat ik in één keer even zoiets had van, oh, dat het even kan dat in één keer, dat ik misschien één of twee keer per jaar, en dat zij vroeg het ook precies op zo'n moment, ja. Dat je dan als ik stond daar een beetje zo van, ik wil gewoon thuis zijn, ik ben klaar met deze dag, ik ben even klaar met alles. En dat ik in één keer zo dat had. Maar dan daarna voel ik me vaak ook gewoon wel weer oké of zo. Ja. Maar soms moet je gewoon heel even dat denk ontladen. Gaat het goed met je vader? Ja, nou ja, hij heeft een heel zwaar ongeluk gehad. Dus dat is wel heftig. En het is gewoon vooral voor hem heel heftig. Want het gaat gewoon maanden duren, revalideren. Dus dat is wel, het is wel intens. En ook voor mijn moeder en voor mijn broertje en mijn zussen en zo. Maar ja, ik ben altijd heel erg zo van blijf positief. Het heeft ook niet zo'n zin om te gaan zitten huilen of zo. Dus dat is een beetje mijn instelling. Ik weet niet of dat altijd juist is, maar daarom ben ik altijd best wel... Precies dat heb ik, ja. Hard of zo, in die zin of zo. Ja. Toch sterkte gewend en beterschap. Ja, daarom ben ik altijd ook alweer dat ik denk, het leven gaat ook door of zo voor mijn gevoel. Ja. Maar ja, nee, het is niet altijd leuk of zo. Nee, tuurlijk. Maar, ja. Wat voor werk zou je doen als je niet in de showbusiness zou werken? Oprecht heb ik daar nog nooit over nagedacht. Nou. Omdat ik al vanaf jongs af aan zei dat ik toneel wilde spelen, acteren, presenteren. Ik heb dat altijd eigenlijk acteren en presenteren is iets geweest dat ik altijd heb gedaan. Dus ik heb daar nooit over nagedacht. Maar als ik dan nu zou denken, als ik niet dit zou doen, dan zou ik... Ja, ik denk dat het dan wel toch weer echt een kans zou zijn dat meer mensen helpen. Dat probeer ik nu ook wel te doen soms of zo, maar meer dan iets maatschappelijks of zo, denk ik. Ja. Ja. En wat voor? Ja, ik denk dat jeugdzorg of, nou, of meer een andere kant? Misschien ook wel, maar ik vind COC bijvoorbeeld, dat is een organisatie die heel erg betrokken is voor gelijke rechten. En ik denk dat dat heel erg op dat gebied zou zijn. Ja, ik weet het niet. Daarom zit ik er nu erg hardop over nadenken wat het zou zijn, omdat ik oprecht nog nooit over nagedacht heb. Maar ik denk dat dat dan iets maatschappelijks zou zijn. Ja. 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 Maar dus eigenlijk sinds jongs af aan zeg je al van dit ja, is het. Ja, dat zeggen mijn ouders ook. Ik vroeg gewoon altijd jurken, pruiken, cowboy pakken, piraten pakken. Ik wilde altijd alleen maar verkleedkleren hebben, want ik wilde gewoon toneelstukjes geven. Ik zat op een toneelvereniging na school. Toen ging ik naar de acteeropleiding hier in Amsterdam. Dus ik heb altijd gewoon één doel voor ogen gehad. En dat was gewoon daar. En daar ben ik nog lang niet. Maar wel van, ik ben wel voor mezelf, voelt het wel alsof ik op de juiste route loop. Dat is mooi. Ja. Ja. Ben jij blij met wie je bent? Woe! Oké, ben ik blij met wie ik ben? Ik ben blij met wie ik ben. En ik denk dat ik sowieso pas sinds de laatste tijd, sinds ik echt bij de psycholoog loop, dat is nu wel wat maanden, dat ik pas echt zeg ook dat ik gelukkig ben. Omdat ik daarvoor altijd zei van, ik ben niet ongelukkig, maar ik ben zeker niet gelukkig. Dus ik ben blij met wie ik ben blij met wat ik doe, ik ben blij met wat ik voor anderen kan doen. Dus ik zit gewoon lekker in mijn vak, ik ben blij met wie ik ben. Alleen ben ik nu wel natuurlijk in een fase dat ik dingen aan het uitzoeken ben met een psycholoog. En ben aan het kijken, wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn. En ik leer mezelf ook steeds beter kennen. Dus dat is wel... niet per se een gekke periode, maar dat is wel een soort van nieuw. Van, je gaat op zoek naar jezelf of zo. Ja. Dus dat is wel nieuw voor mij. Maar voor de rest voel ik me gewoon... Maar kan je dan zeggen dat je eigenlijk nu wel vandaag de dag dan gelukkig bent? Ja. Omdat ik het geluk heb, denk ik. Ik denk dat geluk zeg maar een soort van voor iedereen anders is. Maar ik denk dat ik zelf het geluk in de kleine dingen ben gaan zoeken. Dus het feit bijvoorbeeld dat ik alleen maar al leef, ruik, voel, hoor, kan zien. Kan ik al heel, heel, heel dankbaar voor zijn. Ik probeer echt de dankbaarheid te zoeken in de kleine dingen. Ben jij blij met wie je bent? Ja,
Tuurlijk kan je momenten hebben, bijvoorbeeld in zo'n situatie is het met mijn vader en zo. Natuurlijk zijn dat momenten, maar over het al ben ik wel heel happy en blij. Zit ik goed in mijn vel, mag ik mooie dingen doen qua werk. Ja, dan denk ik van ja, alles wat ik nu doe is waar ik als kind alleen maar van kon dromen dat dat zou lukken. Ja. Dus ja, ik ben wel gelukkig. Wel blij. Ja. Yes. Stefano, ik ga je bedanken. En normaal geef ik altijd een knuffel, ja. Maar het is nu en heel warm echt, en het is corona. Ja. Dus, maar mega denk dat je hier wilde zijn. Bedankt dat je open wilde zijn. Dat waardeer ik echt heel erg. Dus, zeker. Ik wil je sowieso bedanken dat ik er mocht zijn. En sowieso toen ik jou sprak, dacht ik ooit wil ik er wel ooit zitten. Ja. Dus toen je me checkte, dacht ik ook, oké, top. Cool. Ja, dus thanks. Superleuk. Dankjewel. En succes verder.